Oké, welkom bij een nieuwe serie. We gaan OSM spelen. Welke club zullen we doen? Misschien wel leuk om weer een Nederlandse te doen. We hebben volgens mij vorig jaar of zo ook een serie gedaan. Toen was het met Vitesse. We kunnen ook in de Champions League kijken wat daar te kiezen valt. Nou ja, niet zoveel. Of Premier League of zo. Ik kijk even bij alles wat hier staat. In de Eredivisie alleen Ajax, PSV, Feyenoord en AZ zijn al gekozen. Die kan misschien wel. Ik weet niet of dat kan. Hier zit Feyenoord hier nog in de Conference Cup. Feyenoord is niet vrij. Oké. Wat gaan we dan doen? Hier even kijken wat er hier nog is. Ik zag Marseille vrij, maar ik wil wel eigenlijk een Nederlandse club doen. Of Nederland zelf gewoon natuurlijk. Hier zo. Ik zou weer Vitesse kunnen doen. Maar dat weet ik eigenlijk ook niet. Wereld 2018. Daar zit geen Nederland in. Of wel? Volgens mij niet. Europa. Wat is er nog meer? Duitsland zie ik. Daar zitten ook geen grote clubs meer in. Ik wil in ieder geval een grote clubs. Ook geen PSG meer. Iemand volgt mij trouwens. Ronaldo volgt mij. Nee, niet de echte, maar denk ik. Het lijkt me niet dat de echte Ronaldo mij volgt, zeg maar. Waar? Ik denk dat we gewoon gaan voor Eredivisie. Dan kan ik Excelsior. Wel een club waar ik een beetje fan van ben. Excelsior misschien. NEC. Dat zou wel een club zijn waar ik eigenlijk in wil zitten. Ik kijk nog eventjes verder naar wat er is. Eigenlijk Volendam of zo. Ik ga gewoon bij NEC. Het maakt me niet zo heel veel uit. We hebben nog 4 van deze dingen. En ik ga een keer buiten de video nog extra van die dingen krijgen. Want dat kan je gratis op een manier. Maar we gaan even de opstelling maken. Middenveld. Nou ja, dit is eigenlijk de plek van Tafsan en Matson. Alleen dat ziet het spel niet. Dus ik moet eigenlijk gewoon een andere opstelling doen. 4-3-3 of zo. Nou zet hij alles wel verkeerd neer, maar... Hier zet ik Matson. En dan heb ik de aanval nu af. Schöne, Proper en Bruin moet ik erin hebben. Het is nog niet een fantastisch goed team hier eigenlijk. Maar ik kan natuurlijk langzamerhand nog wel gaan veranderen. Wat op zich wel logisch is. Dat ga ik ook doen, zeker weten. We hebben nu de opstelling af. Dan gaan we even tactiek doen over de vleugels. Dit zet ik altijd alles in het midden. Dat het best werkt voor mij. De tackelen, dat moet ik aanpassen op de scheidsrechter. Eigenlijk. En ik heb nu wel opzichten. Is goed. Wat is dit scheids? Oké. Tactiek. En dan zetten we hem op normaal. We gaan nog even trainen. Iedereen kan geüpgraded worden, dus dat doen we ook. De Wolf. Ik wil dat hij de beste speler van het team wordt. Vukovic kan ik nog trainen. Dat is ongeveer de enige speler in het team die niet geüpgraded kon worden. Dus ja. Ik zat gewoon een beetje... Ik zette mijn telefoon aan en ineens kwam erachter dat TikTok aanstaat. En wat heb ik nog meer? We gaan natuurlijk even de bank doen. Dat is niet zo heel bijzonder, maar... En voor de rest, ja, specialisten. Vrije trap sowieso Schöne. Nou ja, ik zet nu Tafsan trouwens. Dat kan misschien ook wel. Ik denk dat Schöne daar eigenlijk het best voor is. In het echt is hij daar zeg maar het best voor. En dan alleen nog even wat sponsors doen.
En dan zijn wij klaar. Dit is de beste. Volgende. Deze is nu het beste. En als laatste krijgen we deze. En dan hebben we nog misschien spelers die we kunnen verkopen. Die keeper kan wel weg. Die Robin Roofs of zo. Train je spelers binnen 4 uur. Is er nu of zo. Ik weet niet zo goed wat dat is. Maar ik kan een speler kopen misschien. Een centraal verdediger. Die is zo let of zo. Kan ik die kopen? Ja, die kan ik kopen. Dan doe ik dat natuurlijk ook gewoon. Die is 13 ratings beter dan die andere. Of niet? Nee, laat maar. Ik dacht dat hij 75 was. Dat is zo goed is hij ook weer niet. Maar hij is wel een stuk beter dan die Marquez. Die Bukusu kan ik ook nog verkopen. En voor de rest kan ik nog iemand verkopen. Ik kan nog wel even een oefenwedstrijd doen. 3 mensen gaan omhoog van mijn team. Dat is wel veel. Maar voor nu was dit het denk ik even. Op naar de eerste wedstrijd denk ik dan maar. Ja. Oh, ik heb hier nog wat spelers verkocht en zo. Ik kan nu een ene Solet gaan kopen. En dat is een verdediger, die kan ik hier zetten. Ik weet al wat er gaat gebeuren, maar ik haalde die Solet en Vidal net door elkaar. Want ik kocht dus Vidal. Maar ik dacht Solet. Ik speel weer tegen PSV. Marquez, de spits, is beter geworden. Oké. Dat is op zich wel chill. En nu zitten we wel in de eerste wedstrijd tegen Groningen. Kunnen we dit winnen? Ik weet het eigenlijk niet. Kijken wat zijn team is. Ik denk dat hij wel een stuk beter is. Hij heeft ook 80 rated speler. Ik heb eentje boven de 70 volgens mij. Dat is iets minder goed. Maar ja. We moeten het er maar mee doen, zeg maar. NEC Groningen. Ik ga me dit kunnen winnen. We komen er zo achter natuurlijk. Gelijkspel ben ik trouwens ook helemaal tevreden mee. Telles, heeft hij die? Wat? Zijn team is echt te goed voor mij. Die Telles die is 82 rating in FIFA. Nogal hoog. Maar goed, we gaan gewoon voor gelijk natuurlijk. En misschien nog een paar kansen waardoor we heel misschien nog zelfs kunnen winnen. Maar we hebben ook echt een slechte aanval trouwens. Daar moet ik misschien ooit wat aan gaan doen. Ik weet niet of die vaak gaat scoren. Sowieso, of ons team vaak gaat scoren. Ja, NEC moet steeds beter worden natuurlijk. Dat is wel zo. En hopelijk gebeurt dat ook. Maar je weet niet zeker of dat gaat gebeuren. Matson, Tafsan. Ja, rust. Met 0-0 is prima. Op zich. Ik ben er wel blij mee. Dat zeker. En gaan we dan nu zelfs nog in de tweede helft het hopelijk afmaken. En ook nog winnen. En nu hier de kans. Een goal! We staan voor. Yes. Oh, hij wordt bekeken door de VAR. Oh nee. Overtreding. Oké. Okay. Dus dan was het toch geen goal. Dat is wel heel erg jammer. En nu maken zij meteen een goal. Dat is eigenlijk echt niet leuk. Dan denk je, we staan voor. En dan meteen scoren zij ook. De kans dat wij nog een keer gaan scoren deze wedstrijd lijkt me niet heel erg groot. Want we hebben nu alleen een goede verdediging eigenlijk. En de aanval is niet echt goed. Tafsan een beetje. Die andere twee, de spits en linksbuiten zijn niet zo goed. Maar we staan nu wel
We zijn nu wel aan het eind van de wedstrijd. 1-0 voor Groningen is het uiteindelijk geworden. Ik zou gaan twijfelen aan de aanval, zei hij dat nou. Dat snap ik op zich wel. We zijn ook min in dat weer 7 wereldster. Vroeger deed ik dit spel heel vaak, nu niet. Oké, maar we hebben wel iemand verkocht. En ik heb nog wat trainingen die ik kan afronden. Dus dat gaan we ook doen. We doen Bronkhorst en dan Tanane. En doen deze nog even claimen. En we hebben nog een sponsor die weer weg is nu. Nou, gewoon de beste, UNICEF. Wat gaan we nu doen? We gaan even kijken. Zeiden ze hier nou iets over? Over de tactiek, zeiden ze volgens mij. Over de aanval. Misschien moeten we iets aanvallender gaan spelen. Want we maken zo weinig goals af. Of heeft dat dan. Of is dat dan, zeg maar. Ik weet niet of aanvallend spelen we op zich wel. Voorzichtig opbouwen. Tegenstander vastzetten. Denk ik dan. En neutraal. Dat ga ik doen. Ik doe nog even een oefenwedstrijd tegen Cambuur. Ja, dat weet je. En ook tegen Ajax. We verliezen maar met 3-2. Dus dat is op zich prima. Maar wat moet ik gaan doen? Fitheid is bij deze spelers nu nog wel goed. Dus daar hoef ik ook niks aan te veranderen op zich. En tactiek, de scheidsrechter kunnen we nu wel agressief gaan spelen tegen Twente. Hoe goed is hun team trouwens? Wel beter dan ons team, denk ik. Maar we gaan zien wie er gaat winnen natuurlijk. Of er iemand gaat winnen trouwens, dat weet ik helemaal niet. Maar ik hoop natuurlijk dat wij gaan winnen. Op zich is dat wel logisch, maar. Even kijken wat. Gaan we nog iemand kopen of zo? Of kunnen we iemand kopen, zeg maar? We kunnen die Jesus Sanchez wel kopen. En dan inzetten voor Van Rooij. Dan hebben we nu echt de beste verdediging vergeleken met zeg maar de rest van het team. Want die is nu wel echt goed. Oké, we zijn bij de wedstrijd tegen Twente. En dan hoop ik natuurlijk dat wij die gaan winnen. Dus het kan natuurlijk ook gelijk worden. Teams zijn best wel aan elkaar gewaagd, denk ik. Iemand heeft gereageerd op mijn video. Ik zet hem wel even opnieuw storen. En twee keer. Oké, we hebben meteen een kans. Geen goal. Oké, Matson was het die een kans kreeg. En Bruin nog geel en een kans. En Stijn en Bruin. Wacht. In het echt. Was de eerste wedstrijd wel van het seizoen NEC Twente. En hier de tweede. Dus dan klopt het. Is het niet dezelfde speelronde als in het echt? Dat heb ik net bedacht. Dat dat zo is. Dus nu heeft Twente steeds veel kansen. Geen goals, maar wel kansen. En nu hebben wij weer een kans. Laten we dit afmaken. Nee. Dat is jammer. En we hebben nu. Deze moet zitten. Nee. Ik zag vrij inkoppen. En toen dacht ik, die moet die scoren. Deze dan ook niet. We hebben nu 3 kansen achter elkaar. 4 zelfs. Maar die vierde was geen grote kans. En nu hebben zij er weer één. Dat wel. En nu hebben wij ook weer die kans. Die niet afgemaakt wordt bij ons. Want ons team maakt geen kansen af. Krijgt ook bijna nooit goals tegen. Ja, tegen Groningen eentje.
Maar dat was omdat Groningen echt een veel beter team had. En we toen ook nog niet een goede rechtsback hadden. Gaat hij scoren? Nee. Gelukkig niet. Straks verliezen wij deze alsnog. Dat zou eigenlijk niet mogen, want we zijn wel beter, denk ik. Deze wedstrijd. En het is gelijk geworden uiteindelijk. Niet heel slecht op zich. Het is wel prima. Niet heel goed ook, maar we gaan er wel mee door. We hebben nog een speler verkocht. En we kunnen nog de training even afronden. Van der Sluis gaat trainen en deze drie stoppen met trainen. Maar wat nog meer? De Wolf, Van Rooij, hebben we Vukovic. We hebben nog een paar van die boost dingen. Of zo. Skill points heette dat, zoiets. Solet is omhoog, die is nu 76. Dat is wel veruit de beste speler die we hebben. Maar wie kunnen we nog gaan kopen? Kunnen we nog iemand kopen? Bijna Zahavi. Dat zou ik wel willen, alleen daar hebben we nog geen geld voor. We kunnen ook een middenvelder kopen voor Bruin. Als we één speler verkopen. Dat moet dan Bronckhorst worden. Als we die verkopen. Is het goed? Oh, dat was niet de bedoeling. We hebben nu wel een best wel goed team. En maar vergeet dan niet te liken en abonneren. En druk ook even op dat belletje. Want dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. We staan 13e. Eén na laatste op de managerlijst trouwens. Dat is niet zo heel goed. Maar doei!